8 politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. Op 21 november mag u als inwoner van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem naar de stembus. Maar kent u alle lijsttrekkers? In een serie mini-portretten maakt u kennis met de lijsttrekkers van de partijen. In deze aflevering Danny Bolten, lijsttrekker voor Jezus Leeft. Bolten uit Werkendam is een nieuwkomer in de gemeentepolitiek en heeft zich aangesloten bij de partij van evangelist Joop van Ooyen. De partij waar de leefregels van Jezus gelden. De partij deed in 2014 ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Werkendam, maar wist hier geen zetels te bemachtigen. Nou, de locatie, het Biesbos, is de mooiste locatie die er is. En dan zie je dus eigenlijk ook waar wij voor staan, is dat mensen en natuur moeten samenwerken. Niet tegen elkaar ingaan, maar samenwerken, samen met elkaar leven. En elkaar de meeste ruimte geven die mogelijk is. Politiek ben ik ingegaan vanwege het feit, ik zie heel veel mensen veel praten. En mijn ja is ja, mijn nee is nee. En dat wil ik eigenlijk in de politiek brengen. En wij zijn staan voor Jezus leeft, staan wij ervoor, weet je wel, om de Jezus te laten zien in deze wereld en overal. En wij geloven dat we Jezus dus ook werkelijk in de politiek kunnen krijgen. Dus niet Jezus zelf, maar omdat wij kinderen van God zijn, het licht in ons schijnt, kunnen we dat licht overdragen naar de mensen. En dan geloven wij ook, want God heeft gezegd, weet je wel, heers over deze aarde. Niet pak deze aarde, vernieuw deze aarde, maar leef op deze aarde en beheers hem. En dat willen dus wij eigenlijk doen, dat willen we ook in de politiek doen. En wij denken, als we dat kunnen, we worden gedragen, de geest werkt door ons heen. En als we dus werkelijk goed luisteren naar de geest, dan zullen wij beter deze wereld kunnen beheersen. Wij zijn geen voorstander van een nieuwe gemeente Altena. Wij vinden kleiner vinden we beter dan groter. Maar het is voor gekozen, dus we gaan er ook voor. Een van de belangrijke punten is het pesten op school. Ik zie het ook bij mijn eigen kinderen, ik zie het bij ons in de buurt, ik zie het op de scholen. En de scholen doen er heel veel aan om tegen het pesten te gaan. En ik denk dat wij in Altena ons sterk moeten gaan maken, dat de kinderen gewoon een veilige school hebben en een goede leer. Dat de kinderen getraind kunnen worden op school, dus goed kunnen leren, maar niet dat ze negatief gevormd gaan worden. En er zijn genoeg middelen om wat mee te doen en ik wil ook dat de scholen echt dat ook beter mee aan de gang gaan, want er gebeurt er dus eigenlijk, er gebeurt te weinig. Wat zouden wij doen met 100.000 euro? Dat is een prachtige vraag. Nou, wij maken ons zorgen over de ouderen. Want vroeger was het gewoon veel meer te doen in een bejaardenhuis. De oudjes hadden het veel beter naar de zin. Er was meer tijd voor ze. En wij zouden graag bijvoorbeeld stukken grond hebben. Als wij stukken grond zouden hebben bij het bejaardenhuis of voor waar bejaarden lekker samen met elkaar lekker in de tuin kunnen gaan, dan zullen ze niet in isolement komen, niet achter de geranium zitten, maar ze zullen ze lekker aan het tuinieren zijn. En datzelfde is ook voor de scholen. Als kinderen daarmee meer mee zouden kunnen omgaan, dan zou het gewoon heel erg mooi zijn. Want ze zouden kunnen tuinieren. Want ze weten niet eens waar de melk vandaan komt. Ze zeggen, vandaan komt het van de koeien. Wat zijn dat dan? Nou, en dat is bij ons natuurlijk een stuk minder dan in de grote steden, maar dat gebeurt wel. We gaan verhuizen naar Sleewijk toe. Dus ik zal wat meer besteden de tijd daaraan. Maar vooral ook met mijn gezin. En ik ben nog heel graag hier in de Biesbos. Ik vind Kanemo fantastisch door deze prachtige natuur. En dat, als ik meer tijd weer zou hebben, zou ik dat zeer zeker weer gaan doen. De inwoners van Altena, wat die van mij zou moeten weten. Nou, dat is dat ik een christen ben, maar dat hadden we waarschijnlijk al door onder voor Jezus leeft uitkomt. Ik ben heel praktiserend. Ik geloof dat we alles wat wij doen, dat we dat door de geest moeten doen. En dat samen met de Heer. Ik geloof niet dat de kerk, zoals onze kerk er staat, wat gescheiden is. Dat vind ik een goede zaak. Want ik geloof niet dat wij regels moeten opleggen aan anderen zo. Maar ik geloof wel dat we dit heel goed kunnen gebruiken. Ik geloof dat wij meer waarde kunnen hebben voor alle burgers en dergelijke, omdat wij geleid worden door de geest. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat als we de Heer betrekken in al onze dingen, hij weet dat hij heeft deze aarde geschapen. Hij weet wat beter voor deze aarde is dan dat ik het weet. Dus ik denk dat we daardoor veel belangrijker kunnen zijn voor de burger.